Dit ben ik, Govert, een 7-jarige jongen die in Nederland woont. Ik heb een passie voor het maken van video's en deze deel ik dan ook op mijn YouTube-kanaal die op dit moment zo'n 37.000 abonnees telt. Degene die me echt heeft geïnspireerd in het maken van YouTube-filmpjes was wel Jan. Jiraski Gaming heet zijn kanaal. Dat was in die tijd een 16-jarige jongen die altijd filmpjes maakte over schietspelletjes. En dat waren dezelfde schietspelletjes die ik toen speelde. Ik zette elke dag dan de PlayStation aan. En op een dag was het niet alleen maar de PlayStation aanzetten, maar zette ik ook de microfoon aan en mijn recordingkastje. Yo, gasten, welkom zijn. Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we een nieuwe game. Ik maakte die tijd elke dag een YouTube-filmpje over een game. Ik ging toen vertellen wat ik voor score heb gehaald, et cetera. Maar na een tijdje veranderde dat een beetje. Na een tijdje ging ik meer vertellen over mezelf, over ervaringen en verhaaltjes. Allerlei dingen die meer met mezelf te maken hadden. Dus besloot ik om een bepaald dag, om in plaats van elke dag een filmpje te maken over schietspelletjes, maar één keer per week een video te uploaden. En die gingen dan over mezelf dus. En dan stond ik zelf ook voor de camera. Ik ging dus zelf met vrienden naar een verlaten gebouw toe. En dan vertelde ik tegen de camera hoe vet ik dat vond. En deed ik hun ook die locaties zien. En dat is wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds doe. Ik maak video's die draaien om spanning en deels over mezelf. En dat vind ik echt super leuk. En dat wil ik ook een hele tijd blijven doen. Toevallig heb ik nu een opname in een verlaten gebouw, dus ik neem jullie mee. De enigste verlaten locatie waar ik ooit ben geweest, daar sta ik toevallig op nu. Dat is een verlaten militaire basis in Duitsland. Ik ben daar een keer wezen overnachten met een vriend van mij. En toen, 's ochtends, wilden we de verlaten locatie gaan onderzoeken. En toen opeens hoorde een keihard gebonk. En dat bleek uiteindelijk een zwerf te zijn. Dus dat was redelijk eng. De video waar ik het meest trots op ben, dat is een overnachting in de trein. Ik ben samen met een vriend van mij, Willem, in een NS-trein wezen overnachten. En toen, nadat hij zijn laatste rit had gemaakt en op het perron aankwam, snel daar wezen gaan verstoppen. We zijn toen ook in een basstraat geweest met die hele trein. Dat was echt een super zieke ervaring. Echt super vet. Los van de video was het ook gewoon echt een unieke ervaring om mee te blijven. En op die video ben ik het meest trots. Tijdens het filmen in zo'n verlaten locatie heb je natuurlijk wel altijd last van donkerheid. Je filmt altijd in het donker. Dus heb je redelijk goede camera's nodig, wil je wel nog mooi beeld hebben. Dus daardoor heb ik ook een redelijke camera collectie. Want je begint natuurlijk met een goedkope camera. En dan heb je nog wat ruis in beeld als je dan in het donker filmt. Maar na een tijdje wil je steeds betere kwaliteit en dat kost wel wat. Gelukkig verdien ik wel wat met het maken van deze video's. Er zijn namelijk advertenties die op mijn video's staan. Bedrijven die betalen aan YouTube geld om een advertentie te mogen hebben op YouTube. YouTube betaalt het dan weer aan een bemiddelaar, een bedrijfje waar ik aan gekoppeld zit. En die betalen mij dan elke maand uit. Dit is dan net genoeg om een beetje te kunnen investeren in nieuwe apparatuur zoals een camera, een microfoon, etc. Op dit moment zijn zo'n 37.000 mensen zich geabonneerd op mijn kanaal. En ik hoop dat ik aan het eind van dit jaar kan zeggen dat het er 100.000 zijn. Ik ga nu op echt gewoon glimlachen van die gedachte, maar ik hoop dat het gaat lukken. En ik denk dat het belangrijkste is als ik gewoon het plezier erin hou. Ook al moet ik misschien weer switchen naar een bepaald ander inhoudelijk iets. Dat maakt niet uit. Als je plezier er maar in houdt, dan is alles in het leven, denk ik, te bereiken.